Nou, voor de echte jongens. Ja, succes. Je kan niet zeggen als ze niet geoefend hebben. Nee, ik heb ineens geoefend. Je hebt wel een oké start. Jezus. Dat is de, ja, deze week nog niet gebeurd. Is je comfortabel dan gelukkig? Sorry Matthijs. Ik heb net een open een spinnetje. Oh. Dat was net geremd wel. Oh. Er werd net iets eerder geremd dan de vorige twee herstarts. Doet hij het nu goed, Steve? Op mijn beeld wel. Hij is raar, hoor. Top denkt ze dan. Maak vooruitgang. Het lijkt erop alsof ik nu voor het eerst een ronde ga afmaken in deze race. Niet jinx, hè? Oh, sorry. Ja, ik ging hem bijna weer. Ja, dat heb je gekregen, iemand loopt achterop mee en daar heb ik nooit. Teer in het city slopen. Dat heb ik geen schade, gelukkig. Nee, ook gelukkig. Jammer. Oh, dat is wel lekker racen daar eigenlijk in de regio. Oh, dat wordt vet als je teleport. Yep. Ja. Gelukkig zet hij je wel van de richtlijn af.
Hey, een paarse tijd, zo. Steeds over de ijsrijman. De DNA bij boord. Komt dat door mij? Nee, ik pak gewoon af. Oh. Ja, want ik remde en ik remde gewoon maar niet nog een keer. Ik denk, ja, schrok je ervan of moest je er door uit? Nee, ik remde gewoon te laat. Oh, oké. Okay. Duidelijk. Wacht maar af zo. Ja, kijk ook niet meer. Oh, wauw! Wauw! Nee, dat doen we ook kill me, ook kill me. Kerel, ik word. Wat is dit nou weer? Pas op, pas op, pas op. Wow, man, ik word de baan opgeflikkerd letterlijk. Ga maar weer. Wel een beschadigde auto. Doe ik dit, doe ik. Ah, nice catch. Dat was het juiste moment om te gaan. Zo, was hem even kwijt. Oh, ja, je bent ineens weg. Ja. Oh, dat is ja, is nog echt als je naast de racelijn komt. Nee, dat ja, moet je niet gelijk, doen. Ja. Oh! Ik probeerde net degraded in te halen, maar dan moet pas, je een pas beetje... Pas op, streep bij start van de shot. Ja, dat ben ik. Ik kwam de pit uit, maar hij gooit me precies ja, dat, ik had precies hetzelfde. En je kan niks doen, je kan niet sturen, niet remmen. Ja, mijn auto is ook naar de klote daardoor. Dat is echt kut. Ik wist hem nog wel gelukkig uit de muur, hè. Ik ging gelijk in de rechter die naast de pit staat. Ah.
Ja, dat is plan. Ja, ik ook. Oh, ik ging gelukkig links af. Ja, zit hier om dat eerlijker te maken. Holy shit. Ik schrok ook. Net ietsje veel snelheid. Ongemaakt. Ik wil je verder niet afleiden. Welke ronde gingen wij naar binnen? In de vierde, hè? Derde. Ja, bij ik. Ja, derde. Dit is een beetje verweging. Heet Snowy nou door op... Ja, Snowy is nog niet gestopt. Dat vind ik fijn, toch? Verliest echt zo. Ja, maar je zou misschien wel denken weer met de pitlane. Maar jongen, kutstuk bestaat voor die goede baan. Maar is het met dit scenario nog tijd voor regen of voor kans op regen? Ja, makkelijk. Ja? Het is gewoon goed kijken naar de wolk. Yep. Gelukkig is de hele race gewoon regen als geweest. Ongelijk. Net langs de regenlijn ben ik helemaal derde keer. Ik ook de muziek aan, jongen. Dat is een kut. Ik heb nog een paar rondjes wets opgelaten. Ik zit Snowy te ontwijken, want die gaat op een of andere reden heel erg langzaam. Maar ja, die is er nu vandoor. Jezus Christus. Oh, oh, oh. Ik moest echt remmen, want hij stond bijna stil, joh. Vol gas door die 130R blijft een beetje binnenknijpen met die regen. Mag dat niet te makkelijk? Wat te makkelijk? Ja, 130R gaat te makkelijk voor ons. Nu? Als je de goede lijn hebt wel. Ja. Fuck it, ik ga proberen. Klootzakken! Je moet echt niet die curve bij start-finish pakken. Geen enkele keer moet je pakken. Nee. Ja, sommige kun je wel een beetje pakken. Wat zeg je, Matthijs? Oh. Nee. Ja, dan gaat er wel keihard af. Ja, die nog blijft het gevaarlijkste. Oh, maar die is alweer naar binnen. Ja, ik heb schade, dus. Oh. Ik zit daar meer rond te rijden. Godverdomme. Ik was verbaasd, ik ben opnieuw niet. Nee, ik heb de muur niet geraakt. De muur naar je ego, denk ik. Alleen weer mijn ego. Robos, dankjewel voor die sub-hour. Appreciate it. Sikki.
zien al een beetje donkere wolken als je ja. start finish oprijdt aan de linkerkant daar. Ja, het wordt alweer iets donker. Dit voor wets, denk ik. Zit bijna. Ten zie. Can you tell me, jij voor de Leclerc, kom in. Rain in turn 5. You need to know what you want. Dat was de laatste race nou met Carlos, dat hij niet meer wist wat ik geloof dat. Ja, hij wist niet. Fucking hoor. Dat krijg je als je 16 plannen maakt elke race. Uiteindelijk moet hij alsnog zijn eigen strategie doen. Dus. Je kan ook je eigen strategie rijden en dan net zoals die ene McLaren dat je net verkeerd gooit. Met de safety car. Yep. Dat is echt wel pech voor. Ja, dat is ook nodig. Dat is het risico. Ja, Ferrari had ook. Ja, maar die gingen daar nog een keer naar binnen. Nou. Dat was wel heel... Ferrari was gewoon weer eigenlijk stom. Wat idee. Kanonnen, godverdomme reclame. Op mijn beeld is dat stuk baan gewoon droog en nog lijkt de keihard af. Dat is niet droog. Fuck, kut. Schakelt hij ook nog niet? Blijf links van thuis. Oké. Oké, die stopt ermee. Nee, maar hij schakelt er niet. Oh, crash. Van de game. Oh nee joh. Oh, nee. Wauw. Ah, nou goed. Geen probleem. Volgend seizoen bij het Alvest. Jammer man. Heb je naar binnen weer? Ja. Ik zat er net achter Snowy in. Ik had gewoon rechtdoor, dus dat deed niks niet meer. Ik zat er een vlak achter. Ik had rechtdoor. Ja, ik ging wij dan 130 erger doen, ik vol de muren. Oh, dus toch. En dan tegen mij zeggen, lekker vol gas pakken. Ja, kan ook hoor. Als je niet kijkt, gaat het gewoon. Ik zal in de slip zien van de chief. Ik heb die bananenschil niet gezien, Makkoy. Oh, dat was het. Oh, Matthijs, nu gaan we eens even een gat dicht rijden van 40 seconden, kom. Ik ben je snelste sector aan neerzetten, dus... Dat weten we dat Zippy een seconde sneller dan ik ging gisteren. Nou ja, tot nu toe ben ik al 3 keer afgevlogen en jij nog een keer, dus. Ja, eentje. Let's fire, kijk uit. Kom maar, dan. Thanks. Als je met één wiel op het nat komt, dan ben je gelijk ja, al kwijt. Net iets te veel hoor. Oeh, ik moest even liften. Oh. Of zo de curve staan. Oh, het is wel lachen dit. Je weet hoe je snel kan gaan, maar als je net je rempen mist of ja, zo. Ja, ik vuur je met die keihard daar en komen. Dat is precies het gat wat ik had. Twee plekken en één boel. Nou, ik heb er wel één terug. Die ja, lijn had ik al droog gelegen daar, dus ik wist dat je daar wel was. Oh. Oh, wow, wow. Ja. Niet geraakt, nee, echt niet goed. Maar hij kwam natuurlijk van de vuile lijn. Remmen ging er niet. Ah, jongen, dit meen je niet, jongen. Kanonnen, wat een... Ja, yep, same. Leuk spel.
Eén keer een curb, bam, eraf. Gelijk dan start finish. Yep. Nou, dat is wel kut, want nu moet ik echt ver. Oeh, en nu blijft hij maar gaan. Mijn rechter voorwiel is naar de klote. Koos lokgeroep. Hey, iemand was zo, wilde toch een roman schrijven? Was het. Maar gewoon gelijk zijwaarts. Geen waarschuwing, niks. Zo, Romero. Bankzit. Die is wel meteen er vandoor. Ja. Tom is een keer voorbij. Is de pit nog glad? Hij was nog redelijk glad met pit-exit, zou ik zeggen. Ja, gewoon half gaf eruit. Die is nog minder. Oh, ik had mijn mic net even dichtgeklikt. Hey. Ah, nee! Ah, wat een bullshit! Godverdomme! Sorry. Uitkomen, pits? Ja. Dude, ik heb toch last van die controledrift. Dus ik wil stoppen met tanken. Oh. Is dat pijltje van die van de stop refueling af. Dus ik klik en dan ook repareert hij de schade niet. Oh. God. Ik kap hem mij, man. Dit is. Nee, ik kap hem niet. Ik ga door, man. Fuck! Come on, Lewis, keep your head down. Yep. You know the car is shit. Ja. Ik zweer je, ik heb vandaag zo'n kutdag. Waarom is die controle überhaupt aangesloten? Geen gekookte eitje gehad dan? Hé, Boemer, je kan ook niet ver gaan. Les makken langs? Ja, kom maar. Oh, denk. Waarom is het snow weer ineens achter mij? Ja, de Matthijs denkt er afgelopen zijn. Amateurs. Het zijn Ferrari strategieën dit hoor. Allebei de zand op. Nou, gaan we nog een keer. Waterkamp. Kaksel. Ja hoor, ik ga weer. Ja, die hebben we ook al wakker gehad. Dat is langs zo. Hop, dat curbje is nog plat. Die ook? Ja, die curbs. Nee, hij doet bij de chicane rijk altijd over die curb. Dat is gewoon zoals ze dat gewend hebben. Dus... Ja, die is tricky. Maar niet elke keer, en ik doe het elke keer, al 12 rondjes lang. Ik verplaats daardoor net mijn hele rig 2 centimeter naar links. Oh. Dat is echt een wiel. Snel weer gehoord, hè? Altijd.
Je rijdt er 25 seconden rijdt achter. Je rijdt 28 seconden achter. Dat is nodig. Dat is behoorlijk wat. Ja, dat gaat voor me is ook 28 seconden. Dus, ik heb meteen heel veel zeven seconden. De credit is snel aan het worden. Yeah. Achter mij. Nee. Nou, zag je mij ook gaan? Ik ging er ook bijna weer af. Kanonnen, jongen. Nu ben ik er echt klaar mee. Fuck, jongen. Ik raak niet eens die curb. Gewoon doorgaan. Godverdomme. Sorry, ik zat wat van. Oh, maar zie ik je op zo'n graad stop. Graag zie je. Ja. Dat is een kans, dat is een taasje. Dat moet wel, ik ga hard nu hoor, jezus. Maar en aan het pushen en toch nog proberen om een beetje risico mij in te rijden. Ik heb gewoon zo geen vertrouwen in deze auto weer. Koos waar achter je die credit? Ja. Yeah. Ja, ik zag een beetje water opvallen. Bij mijn weg, Sippy, of blijf ik wel een beetje constant? Wat zeg je? Ben je bij mijn weg of blijf ik wel een beetje constant? Ik weet niet, waar ben jij? Ik dacht dat je even uitgedacht. Ik rijd derde. Nee, ik lig derde. Ah, okay. Nee, ik lig vijfde. Ah, okay. Je komt niet zichtbaar bij, want ik ga vijfde bovenheen. Maar verder bleef het vrij constant. Oké. Ik rijd zo rond de 27 seconden. Ja, dit is alweer voor gast.
Boemen komen langs hoor. Waar kom ik dan langs? Oh nee, stom hier. Ja. Sorry. En jij hebt ook een blauwe auto. Ja, werkt het ook weer. Altijd in de Williams outfit. Flink aan de kloten. Nog te twijfelen om twee keer te stoppen. Een beetje te rekenen in mijn hoofd welke strategie. Of hoop je op regen? Nou ja, daar moest ik ook aan denken. Misschien is het nu te stoppen als het over twee rondes gaat regenen. Oh, zo snel zou het nog niet zijn. Nou, regen komt wel snel hoor, door die tijdsversnelling van 5 keer. Ja, daarom. Oh, oké. Okay. Kan echt flink te lul zijn als je het kijkt. Wel wat donker. Hoe is dat van de avond? Ja, maar dat is gewoon avond. Ja, dat is avond. De zon is redelijk irritant op dit moment. De spoel in de gang. Enige, even die voordeel van Mercedes. Ik heb een post even door te kijken, maar ik heb ook geen last van de zon. Daarom koop je Mercedes inderdaad. En los van de zon. Een sterretje in de rode. Ja. Ik wilde heel goed een blauwe vlag, maar volgens mij is het achter die credit. Ja. Ja, maar het is echt irritant, want zelfs ik zie hem altijd echt offline. Meditering. Ik blijf links, ik blijf links. Dank je wel. Wat is zo wel? 27. Nu komt hij wel aan, Boomer. Ja, bij de tunnel. Zo'n 8 seconden. Als hij nu langs is. Met zijn pace heb ik nog wel een anderhalf rondje, denk ik. Zo, we hebben 15 paars in de eerste sector. Hoezo je strafrijders? Dat is handig, Matthijs. Nou, bijna halverwege. Oh, Jezus. Mooi, man. Moet dan ook niet flinken. Boemer, kijk uit. Oh. Ik kom aan de linkerkant. Ja, rechts is de racelijn. Ja, klopt. Ja. En ik hobbelde daar, dus voor mij was het links makkelijk. Ja. Ja, prima. En ik ging daar weer te wijd, en dan kom ik dat groene, maar dat is net een hobbelpaardje in de auto, dus ik kan niet. Ja, klopt. Vorige week naast de baan, vol op mijn ren, en hij rent gewoon niet. Ik heb het gezien. Hoor. Ik zat in de chat. Want ik had ook de clip gemaakt, maar kon je niet heel veel doen.
Toezie, dankjewel, dankjewel voor 9 maanden. Thank you. Goedenavond. Ja, we moeten ze nog een stop maken op de tank. Lachen, maar afgelopen 10 rondjes zijn allemaal 1,54 geweest. Maar ja, dat, nee, niet heel snel. Nee, ik vaak weer in de kerk staan. Wow. Zo hard. De snelste zijn 7 geweest. Ik wilde mijn banden instellen, druk ik een rondje, maar dat is handrem. Rondje is handrem? Ja, hier, in de game. Ja. Maar ik zit met F1 in mijn hoofd, dus ik wil mijn banden alvast doen. Dan denk ik, oh, ik kan het. Nee, die moet je gewoon in het pit doen. Ja. Kan ik er langs? Ja, ja, ja. Gaan we maar rechts. Thanks, man. Dank je. Dank je wel, best. Nu. Ik heb zo dat die VR en de camera die zit niet goed geregistreerd en dan valt hij weg. Ja. Dat hij op die AI en het echt. Dat had ik net ook, ja. Heb ik alleen maar met online log. In single player heb ik dat nooit. Dat is echt kut. Okay. Man. Heb je je camera wel goed verlicht? Ja, ja. Als je uitkomt, zit alweer droog, of? Ja, dus dat is ik ben 3 keer geweest inmiddels, dus. Ik heb hem af clean. Man met de vader. Ik heb hem met een rubberen mat achter me gereden. Ja, hij is goed gereden. Graag gedaan. Let's go. Heeft Pit gekregen? Nee. Nee, 70 seconden vandaag. Ja, niet alle curbs zijn droog. Nee, ik kan het net ook aan. Nee, alleen degene waar ik over rijd, die zijn wel droog. Probeer die binnenkant bij 130 R. Ja, dat is leuk. Ja, die heel snel en niet droog. Nee, ik ken het niet. Ik durf het nog niet. Ik heb nog niet met opzet geraakt, maar... Ik heb hem opzettelijk niet geraakt. Ik ben er nu weer op heen geweest. Chief, je verneukt mijn hele tactiek. Nou, ik had echt nog een millimeter over. Hoor. Ja, ik ook. Het meest gevaarlijke van de race is de controller niet vasthouden tijdens de pitstop. Of controller aan hebben staan, waar je die bij kan.
Op ze moeten echt een soort van confirmatie erin doen of zo, dat je oké moet klikken voordat je doorgaat. Dan. Nee! No! Nee! Ja, dat was hem. Kijk niet bij. Toch nog een natte keuken gevonden. Ja, heel weird. Ik heb geen idee wat hier gebeurde, maar. Ja, dit is niet te doen. Ik heb weer een linker voorwiel staan. Wat een dievenzooi, man. Net rechts. Thanks. Echt zo kut, hè? Je flikkert eraf, je wordt tegen de muur gesmeten, je hele auto is naar de klote. Hier heb je anderhalf seconde. Anderhalf seconde. Ja, dat is zo kut. Heel leuk. Wie heeft die regel ook bepaald? Oh, kut. Zo instant drama's. Ik begrijp niet wat er daar gebeurde, want het is een ronde niks aan de hand. Zij Matthijs? Welke banden is hier? Welke banden, Lucie? Ja. Degene die Zippy achter me moeten laten. Half uurtje, en hopelijk het volhouden tot het eind van de race. Ja, ietsje minder. Zat. Yep. Ja, jij hebt een gokje genomen. Ja. Ja. Ik ook, maar dan een andere. Nee, ik ook helpen. Ik hoopte dat het nog een beetje donker wordt, maar. Wat? Begint bewolkt in de. Ik heb er net 17 rondes gedaan. Dus. Ik hoop dat het nog gaat regenen. Dat is een beetje wel. Wat heb jij eronder liggen, Matthijs? Zot. Ja. Ah. Ik krijg toch een eeuwigheid op mijn mediums. Ja, die gaan er zo aan huis. Ja. Ja, ik moet eerder straks even naar binnen om te tanken dan voor Bamba. Maar er komen donkere wolken, dus Ja, we zitten er al wel vanaf het begin. Ik vertrouw dit zo niet. Dat is een system. Nou, nee, om dat wolken te ga daar niet meer woorden verdraaien. Wat doe jij nou? Sorry, ook zo'n beetje blijf. Ik wil er voorbij rijden van links naar rechts. Ja, ik ging op het gas en hij moest hem corrigeren. Dus was niet te bewust om. Ja, dan moet je altijd gewoon de hele breedte van het circuit gebruiken. Oh man, ik schrik me dood. Ik kan weer dat ding in. Oh, was dat een TikTok-dansje? Ja. Iemand deed een GG, hè? Gang, gang. Gang, gang. Ik heb het nog steeds niet op mijn timeline gehad, ook ging ik nu googelen, maar. Ik heb letterlijk nog nooit door de, Twitch, door de TikTok-timeline gescrolld. Ik weet dat ik gewoon. Ik heb wel voor you en. Ik weet dat ik dan gewoon een half uur met de mond open niks ga zitten doen. Ja, klopt. Dat is letterlijk wat er gebeurt. Ja, ja, daarom. Het is hetzelfde als Tinder. Als je op Tinder zit te zwijgen, ben je ook zo nu.
Oh, wat ben ik blij als deze held erop zit, man. Ik was niet eens echt aan het focussen. Ja. Maar ik wel gelijk, hè? Matthijs kampioen moet het gelijk rustig gaan. Ja, maar toch, hij rijdt zo goed als je laatste race. Hij is ik met hem naar beneden gekregen. Jammer. Jammer. Yes. Jammer man, rustig. Goed luck. Like wat is het? Ik hoorde het. Ja, familie en niet werken. Oh, hij springt. Oké. Yes. Yo, later man. Yes. Later man. Dus gaan man. Wie is er met die blauwe vlag achter mij? Richting het rechterstuk op het eind? Ik denk het. Ik heb hem nu voor de bocht, dus als je dat ziet dan weet ik. Nee, ik zit nog heel ver van je. Oh, omdat hij geeft al die blauwe vlag aan. Ja, hij is best wel goed. Ja, hij is heel veel te vol. Oh, ik zie je inderdaad niet eens achter mij nu pas. Ik heb hier twee man voor mijn neus zitten, ik weet niet wie ze zijn. Maar... Nee, ik heb denk ik. Ik blijf buiten de baan. Ja, ik zie het. Thanks man. Ja. Wat niet bewust dus. Oh, sorry, ik ben Thijs. Dik ze af, dik ze af. Matthijs mag je dit wel af hoor. Heeft toch genoeg punten. Is toch een kopje. Hij gaat ook in de boot. Daar ben ik, maar niet genoeg. Is je zo eenzaam. Ik kan even op de rem trappen. Ja, dat doe ik ook. Iedere bocht weer. Hey boomers, het is nu wel ja, lastig. Dat zie ik, maar hier wordt het een beetje lastig. Ja, klopt. Ik ga hier wel naar de, ja, naar de bocht. Dat is een tachtijdje. Ik wil je best langs laten, maar hier is het lastig. Nee, prima. Ik rijd zelf op de zevende plek, dus ga je hier rechts buiten komen. Dank je. Dat is wat ik wilde. Perfect. Want anders kom je hier met die bocht helemaal kut. Kan er, nu ging iets uit met gas en dan... Maar gewoon een pitstop overhoog, 10 keer. Nou, als het zo doorgaat wel. Dat heb ik al. Dat zie ik nu. Ja, het gaat regenen. Ik moet op... Laten we even regenen in mijn tank. Het is bijna leeg. Eindelijk donker. Ach, man. Worden we nachtblind. Welke tijdzone zit jij nu, Matthijs? Ik heb zo'n beetje even. Oh, hier is het nacht. Hier is al zonsonder. Ja. Bij mij zijn mijn lampen net aangegaan. Nee, die zat bij mij ook. Dan zit de baan af, blijf je erover. Meestal vol donker. Nee, dat niet. Het blijft apart dat het toch niet gelijk is voor iedereen. Ja, heel raar dat daar verschil is. Want gisteren tijdens de testrace die we deden, toen hostte Matthijs en toen resette voor iedereen de tijd dat het weer gewoon middag was en bij Matthijs was het nog avond. Heel weird. Ik heb dat liever dan dat bij de ene regen, maar dan niet.
Ja. Dat kennen we nog wel uit Formule 1. Maar als het om de prijs gaat, heet het Battle of Balance of Performance, toch? Ja, als het bij hem regent, toen. Ja. Ja. Maar je zou je net zien, dan rijdt hij op slinks in de droog en wij rijden full bets in de regen. Beter dan slinks in de regen. Maar dat is toch weer veel sneller. Kan een race ook zo? Ik vind het leuk dat het nog 20 minuten ongeveer. Misschien volgt ze zich toch maar weer mee. Begint toch weer te kriebelen. Koos en 51-7, hoe dan? Ja, ik zei dat, ik heb geoefend voor deze, maar ik heb alle fucking pech van de wereld. Het, is, het gaat helemaal nergens over. Deze geluk hebben we ook. Ja, de derde herstart deden. Fuck, Enschede, ja, daar heb ik er zat van. Beetje delay. Heel die auto naar de tyfus. Ik ga op je kantje. Ja, mijn boy, ik kan het podium pakken, ik moet echt naar binnen. Ja, ik zit al 56 seconden af. Hij stond niet nat meer, toch? Nou, op een of andere manier denk mijn autootje wat, ik ga hier gewoon van de baan hoor. Ik denk wel een stukje bij die precies zat. Kom, wat een kut race was dit zeg. Yep. Ik ga nu anderhalve seconde stilstaan. Hè? Dus... Mag ik je er binnen hebben, hoor? Hoe begrijp je het probleem? Hij heeft een iconisch deal. Dat we in real life ook hebben. Het is wel warm. Voor de follow.
Haalden jullie tot een lang rechte stuk of niet? Is het gat te groot? Ik denk dat het Matthias is, hoor. Nee, die ga ik niet. Thijs. Nee, Alex niet. Links zit. Ik ga links aan nou. Ja, ik denk, je gaat die exit dus naar links en dan ga je naar rechts. Dus dat is voor mij chill om gewoon niet te doen. Dan kan ik op mijn nieuwe softshell een beetje proberen te volgen. Laat ik hem volgen, proberen. Pipi, geef maar aan als je in de buurt bent trouwens, als je daarachter hebt. Vincent, laten zien wat jij daar zegt. Ik ben heel benieuwd. Zullen we met zeggen dat hij beter was? De man staat altijd 50, 60. Leuk op de backseat gamers. Ik ben gewend inmiddels. Ik hou je links aan, want anders schrik je op aan.
je elke race alleen maar vooraan zou rijden, is ook geen reet aan. Ja, daar heb ik geen probleem mee, hoor. Dat is wel echt oerzaai. Dan kan je zelf wat doen. Ja. Ja, boy, wat is met jou gebeurd dan? Ik had wielspin vanuit de heer. En toen tikte Sonny me nog een keer. Oh, dat is wel nice. Ja, maar dan kan ik niet zeggen. Grap was gewoon. Geef jullie nog een kans. Ja. Dit zijn geen heldhaftige praktijken als dit mensen achter je handen binnen zijn geweest, hoor. Als je 53 seconden hebt naar de volgende. 53 seconden ook, jezus. Je schade hebben, boy. Nee, dat niet. Lijst wat? Sorry hoor. Nee, maar ik bedoel het rechtstuk van het gat werd in één keer 1.5, 1.4, 1.1 is het nu, zie je? Terwijl er niks gebeurt. Ja, heb jij soft of medium? Ja, soft. Ja, ik zet ook mediums. Nou, dat zal dat ook wel zijn. Daar ging je bijna. Twee man! Lekker man! Dat was heel vet. Ja, daar best wil ik... wel. Noteer even welke ronde dit is, daar wil ik een replay van zien. 31. Dat was echt lijp. We zaten in een battle, naast elkaar, door 130R. En clean, hè. Maar we zijn tweeën door de chicane. Dus ja. Zij is weg. Maar dat is iets minder hoog snel uit. Vind ik iets minder spannend. Ja, maar dan nog. Thumbnail van maken. Ja, dat is te vroeg. Koud in de schouder met mijn boy. Als iemand er een mooie screenshot van heeft, prima, maar echt, ik wil deze race zo snel mogelijk vergeten. Ja, dat is ook wel. Had het maar niet even geregend, dat is verlukkig. Ja, tussen gezeten misschien. Oh, dat vind ik wel lekker. Tussen de muren. Nee. Tussen de muren. Ja, dat was gisteren. Ging het tussendoor even. Maar remde jij bij die 130 rem, hè boy? Nee. Ja, jij zat aan de buitenkant, dus ik moest de rem in en even één keertje terugschakelen. Zet je te ver door, Matthijs? Ik heb dat over. Ja. Dus ik ben geen pakjes.
Ik heb die 50-8 weer te pakken, dus ik ben weer tevreden. Helemaal best weer vlaggen, kom ik proberen nog even. Klootzak, waarom doe je dat? Waarom doe je dat nou? Chief, maak nog even één keer een fout dan. Ja, ik ben vol aan het pushen, dus grote kans, maar kom, ik ben niet echt aan jullie tijden. Nee, dat is alleen nog voor hele speciale mensen weggelegd die 5 keer pitstoppen. Het is alleen als je 10 keer de rondte gaat, dan kun je deze tijden rijden, Chief. Wat een lastig. Dat is een wagen. Zo, heb ik dit nog gered. Zo, dat ging ook bijna. Technisch gezien ik niet, Robert. Ga ik dit even bijna 100 echt weer. Maar geen muur gered. Ik wel jammer dat we nu nog een keer regen gehad hebben. Ja. Kan nog. Overnieuw doen? Hoe loopt de stream, jongens? Begin maar vast, ja. Ja. Nu stop, hoor. Oh, hij haalt het weer? Oké. Hij zit er boven de 50%, toch? Ja, dat is geen regel voor mij. Nou, op kick hapert hij wel. Ja, dat zit ik, daar zit ik niet op. Vanavond Jaap het. Ja, zwart beeld. Beetje, het is de kleur van mijn race. Kleurloos. Gitzwart! Hij was een geintje aan het moment. Dus op het begin leeft hij. Iedere keer als we de race starten, kakte de hele stream in elkaar. For no fucking apparent reason. Dus we hebben 3 starts gedaan uiteindelijk. Matthijs is toch goed. Je hebt de strijd opgegeven, Mabbo. Ik was er straks kwijt, 130 jaar. Oh, wat zeg maar, je zat de hele tijd heel dicht achter me en nu is het ineens 7,5 seconden. Lekker shift, dat is hier man. Lekker gereden. Gefeliciteerd, jongen. Wat een race, dankjewel. En met controle in de regen. Oei, oei. Gewoon niet te veel risico, maar toch 2 keer naast de baan gestaan of zo. Ik stuk op 4 keer, denk ik. Ah, toch een podium dit seizoen. Ik ben echt genekt door die pitstop waarbij de controller drift geen fucking ja, reviewing had gedaan en geen reparatie. Volgende ronde winnen binnenkomt. Had ik anders podium gehad? Hoe lang naar de tijd van over de streep is. Ik heb echt exact genoeg benzine. Exact. .1, .1, .0 en over de streep. Lekker.
Nee, daar had ik geen Napoleon. Dat was ik wel vier. Zie je mijn, pijltje naar beneden gaan? Jezus. Dat is dus controledrift. Dit pijltje heeft mijn fucking pitstop vanuit.